You don't know. Badman. Hallo Suriname, it's me Clermoy en ik ben terug. En vandaag gaan we een video doen over de Surinaamse weer, want het is heet. Het is zo heet, oké? Maar het is echt niet zo heet, like, nu is het december. Nee, nu is het november. Het gaat straks december zijn. En het is niet zo heet, like, June en July, oké? Zo, voor dat ben ik God dankbaar. Maar het is toch heet, oké? En elke dag wanneer ik uitga, draag ik aan make-up. Nou, als ik naar de winkel even snel ga of zo, dan heb ik geen make-up aan. Maar wanneer ik uitga, Teme liep me also. Heb ik aan make-up, oké? En ik heb gemerkt dat mijn make-up echt niet zo goed op mijn gezicht blijft. Zo, ik heb nu iets nieuws. Ik heb nu iets nieuws geprobeerd. Zodat mijn make-up langer op mijn gezicht blijft. Ik ben in Suriname. Ik ben bij mijn moeders huis. Zo, een airplane. Waar ik mijn make-up doe in mijn kamer heeft airco. Maar de rest van de huis heeft geen airco. En ik ben nu in de living room. Dus als je je make-up doet in een kamer dat geen airco heeft, je gaat problemen hebben, meisje. Hoor, jongen. Dus je moet een fan hebben dat op je wipe. Oké? Okay? Dat is heel belangrijk. Als je make-up doet in Suriname en je wil dat je make-up lang op je gezicht blijft, moet je een fan hebben dat wipe op je. Of je moet kijken, mijn blouse. Wel, mijn jurk, mijn moeders jurk. Want die fan wipe op me nu. En dan ook wat je moet doen als je in Suriname woont. Als je everywhere je woont dat heet is, oké, okay, of niet heet is, je moet altijd water drinken. Dat achter me is een tv en mijn moeder heeft een blanket erop gezet. Zo, je kan het zien. Ik denk dat het raar lijkt. Sorry hoor. Ik ben niet in mijn setup. Ik ben in mijn moeders voorkamer. Oké, okay, laten we beginnen. De eerste ding dat ik ga doen, toch? Want ik heb al moisturizer gezet op mijn gezicht. En like, misschien 20 minuten terug. En mijn gezicht is already like getting oily. So wat ik ga doen, ik ga blotting papieren nemen. Dit is van mijn company called BH Cosmetics. Je kan ook gewoon tissue gebruiken. Je kan gewoon tissue gebruiken om dat oily van je gezicht weg te halen. Maar je moet nog moisturizer, hoor. My friends, I'm thinking about all the... Because you know, whenever I do a Dutch video, I do subtitles. En ik praat zoveel, het gaat veel subtitles zijn. But okay, so ik ga dat nemen en ik ga die oily van mijn gezicht wegvegen. Kijk hier. Zoveel oily al op mijn gezicht, want het is heet. En ik ben niet in die airco-kamer, want het is te donker daar om te filmen. En ik heb mijn licht niet met me meegenomen. Want het is gewoon moeilijk om te travelen met die licht daar, met mijn ringlight. Oké, okay, so wanneer je die olie van je gezicht weg hebt, dan ga je met je primer nu beginnen, hoor. Oké, okay, so mijn Nederlands, als je kan zien, is echt prima nu, hoor. Maar het probleem dat ik nu heb, is dat wanneer ik in Suriname ben, praat ik geen Nederlands met die Surinaamse mensen. Omdat ik voel me niet echt confident om gewoon Nederlands te praten. Dus ik praat in Engels. So wat ik nu ga doen, while ik in Suriname ben, ga ik gewoon Nederlands praten. Even als ik die woorden niet ken, ik ga toch proberen. Want ik praat niet Nederlands met mensen. Ik praat gewoon Nederlands met mijn moeder. En echt niet zoveel, hoor. Ik praat ook Engels met mijn moeder. Oké, okay, anyways. Zo, nu ga ik die primer nemen. Ik gebruik Becca Primer. Dit is de echte goede mattifying primer, hoor. Dit is voor mensen dat zweet veel, dat heeft oily huid. Deze primer hier is goed. Ik weet dat ze dit niet in Suriname hebben, maar je moet toch naar een primer zoeken. Dat is mattifying. Als je oily huid hebt, als je een droog huid hebt, dan is het een andere tory voor jou, hoor. Maar als je olie huid hebt, dan gaat een goede mattifying primer echt goed zijn. Dus ik ga dat nemen. Dan ga ik dat overal zetten. Even on my forehead. Ook op mijn voorhoofd. Nu is mijn primer droog. Dus ik ga nu mijn Dermablend poeder nemen. Ik ga een losse poeder nemen met mijn sponge. Dan ga ik dat op mijn gezicht zetten. Niet veel, maar dit gaat echt helpen met de oily, oké? Okay? Dus ik ga dat nemen.
En ik ga dat in mijn gezicht drukken. Je kan gebruiken welke poeder je hebt, maar je moet een loose setting poeder hebben om dit te doen. Het moet een loose setting mattifying poeder zijn. Mijn spiegel is over daar, daarom kijk ik daar. Nu leek ik een beetje gek, oké? Dus wat ik ga doen, ik ga die Laura Mercier foundation nemen. Want deze is een echte long wear foundation. Dus als je een foundation hier in Suriname gaat kopen, dan moet je zeker maken dat het een long wear foundation is. En jullie weten, als je naar mijn review hebt gekeken van deze foundation. Deze foundation lijkt oranje op me wanneer ik het op mijn gezicht zet. Maar dat blendt het in later. Maar eerst ga je een beetje schrikken, want het lijkt oranje. Misschien gaat het niet lekker zo op deze camera, maar ja. En ik ga een full coverage foundation doen. Want mensen denken ook, oh, het is zo heet. Je kan niet full coverage doen. Maar je kan wel full coverage foundation doen hoor. Maar je moet gewoon bepaalde steps volgen. Die brush dat ik gebruik is van Kevin Aquan. Jullie weten, ik hou van deze brush. Mijn moeder heeft het gebruikt die andere dag en zij houdt ook van het. Zoals het is een echte goede brush. En als je kan, die lospoeder toch, probeer één te vinden, ik weet dat Black Opal één heeft. Probeer één te vinden dat closer tot jouw huid is. Yeah, yeah, yeah. He's body baby, oh. Ah, he's body baby, oh. Yeah, yeah. It's a bad man thing, yeah, yeah. Bad girl make you want to be this, nana. Maar nu ga ik een concealer gebruiken. Je weet dat ik kan dit gebruiken al voor een paar video's kan ik deze concealer aan gebruiken. Dit is de Born This Way concealer. Een hele goede concealer dat ze hier in Suriname hebben is die LA Girl concealer, jullie. Dat is full coverage. Oh my god, ik hoop van die concealer daar. Ik heb gewoon niet lang gebruikt, maar ik ga eentje gaan kopen dat ik hier ben. Misschien ga ik een Surinaamse make-up tutorial doen met die make-up wat ik heb gekocht in Suriname. Ja, we gaan dat doen. Ik ga gaan shoppen met jullie. We gaan het samen kopen en dan ga ik die make-up hier zetten. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ik ga die concealer nemen, dan ga ik dat onder mijn ogen zetten. Dan gaan we onze sponge nemen. Die sponge dat ik gebruik is van mijn company called Pure. Ik hou van deze company. Ik ga straks ook iets anders van ze gebruiken dat ik ook van hou. Oké, dan gaan we dit nu blenden.
En wat ik van hou, ik gebruik diezelfde sponge dat al poeder erop heeft. Zie wat gebeurt jullie. Ai boy, mi mooi. Hey. Maar ik gebruik dezelfde sponge dat al poeder erop heeft. So it also maakt het droger sneller. Mijn moeder eet daar toch, dat eten ruikt zo lekker. Mijn moeder kan zo goed koken. En ze kookt niet met zout of niet, zo het is echt healthy. Het ruikt lekker, mama. Zo, nu wat ik ga doen. Ik heb jullie gezegd, die sponge dat ik gebruik is van een company called Pure. Ik ga ook de Cameo Kantoor stick gebruiken. En als je echt iemand bent dat heel oily wordt, dan moet je echt met poeder werken hoor. Maar ik ga met de cream en ik ga met de crème en een poeder werken. Omdat wanneer je die crème zet, is het één layer. En in die poeder gaat de second layer zijn. Dat gaat zeker maken dat het houdt in plaats. Oké, okay, so ik ga die Pure Cream Concealer. Het heeft een highlight aan deze kant en een concealer aan deze kant. Ik heb die highlight nooit gebruikt hoor. Het is niet een slechte kleur. Misschien gebruik ik het voor een andere dag. Maar ik heb het nooit gebruikt. Ik gebruik alleen die contourstick. Die contourstick. Contour. Dus ik ga dit zetten waar ik contour. Op mijn forehead. Mijn haar is nog niet klaar. Jullie moeten niet me uitleggen hoe mijn haar er nu uitziet. Ik ga het straks mooi maken. Ik ga jullie wijzen hoe ik mijn haar doe. Dan ga ik een brush nu nemen. Dan ga ik mijn contour uitblenden. En dit haar is van een company named Nadula Haar. Ik heb een video hier. Boom! Jullie moeten naar dat gaan kijken. Het gaat je wijzen hoe ik deze kleur in dit haar heb gezet. En het is gewoon echt prachtig haar. Het is echt prachtig haar. Wanneer ik mijn voorhead blend, werk ik met twee. Ik werk met mijn foundation brush en ik werk met mijn contour brush. Dan ga ik nu weer met die poeder dat ik heb gebruikt toen ik, voor die foundation, ga ik dat nu weer op mijn gezicht zetten. En dan gaan we onze ogen doen. Nu gaan we baken. En wanneer ik in Suriname ben, bake ik echt, want het helpt met die de oily. Van die oily niet zo snel naar boven te komen. Zo, we gaan echt baken nu. Oké. Wat ik nu ga gebruiken, jullie. Ik heb dit al gebruikt. En ik kon die video niet gebruiken. Want ik probeerde Nederlands te praten in de video. Maar ik denk dat ik te veel in mijn hoofd had. Zo ik geen Nederlands, Engels praat. Nederlands, Engels. Het was gewoon een gekke video. Maar ik wil het weer gebruiken. Het is die 305 Morphe Palette. Oké. Okay. Het is echt een mooie palette. Het is alleen $18. Kijk hier. Kijk hoe mooi dat is. Oké, ik heb het al gebruikt één keer. Ik hoor van, het is echt een mooie palette. Maar het is sabbat. Het is echt een mooie palette. En laten we beginnen. De eerste kleur dat ik ga gebruiken aan die Morphe palette gaat deze hier zijn. En ik ga dat blenden vlak hier in mijn crease. En ik gebruik een fluffy blending brush. Mm-hmm. Nee mama, ze kunnen je niet zien. Oh, maar je bent oké, okay, dan je hebt het niet heet, want ik heb die fan op mij. Ja, dat is wel. Dan wordt het white mooi buiten ook. Yes.
That's why we thank God for the rain. Yeah, God is because good. It really cooled down. Ga ik in deze kleur hier gaan. Ik ga in deze kleur nu gaan. Met diezelfde brush. Dan ga ik dat ook blenden in hier. Jullie, ik ga een make-up klas hier in Suriname hebben. Hoor. En je moet mijn Facebook page volgen, want ik ga al die information daar hebben. En in mijn make-up klas gaat alles daar voor jou zijn. Brushes gaat daar zijn, die make-up dat je gaat gebruiken gaat in mijn klas zijn. Zo, jij moet alleen een spiegel brengen. Een spiegel dat je op de tafel kan zetten om te werken. En dat is alles. Dan ben je goed. Dan zit die boom. Wanneer je zoiets hebt en je bent satisfied met die color payoff, dan gaan we een andere donkere bruin nemen. En ik ga deze hier nemen. Deze ik ga deze twee hier mixen. Dan ga ik dat ook zetten. Maar ik ga nu een kleinere brush gebruiken. Deze hier. Deze is de 217 van MAC Cosmetics. En dan ga ik dat gebruiken nu. Het heeft wel bruin op het zo. En dan ga ik dat in hier blenden. Want je wilt een kleinere brush, want je wilt deze kleur alleen hier hebben. So wat ik nu ga doen, ik ga mijn concealer nemen. Dan ga ik een empty space hier maken. That thing we are going to be late, the way you back it up, the way you bust in the place, Dan ga ik mijn vingers nemen. En dan ga ik die kleur op die, en look how powerful die kleur is, guys. En het is deze kleur hier dat ik gebruik uit die Morphe palette. Deze hier. Die eyeliner dat ik ga gebruiken is van NYX. En dan gaan we een wing doen. Beauties, Suriname, Midoro Baka. En moet ik een brush. Een brush jasso. Naar een 138 brush voor MAC. Dan moet ik blend alle poeder weg. Dat ga ik niet doen, maar blend alle poeder weg. Maar moet ik mijn pade. Want ik niet MAC Mineralize Finish Skin. Kijk naar dat daar. Kijk wat mijn moeder in mijn video heeft. Ze heeft me wel gevraagd als ze die blanket kan weghalen van de tv. Maar ik dacht laat maar. Dan moet ik blend en poeder weg. En als jullie kan zien, ik heb helemaal geen olie op mijn gezicht. Mijn gezicht is nog precies mat. Heel mat. Oh, ik heb mijn eyelashes daar gezet. Deze hier gebruiken, want ik gebruik dit nu vaak. En ik ga dat gebruiken om te kantoren. Dat gebruik ik nu. Een meisje heeft me een comment gelaten dat ik dit moet proberen. En ik heb het geprobeerd. Ik had gezegd dat ik het nooit had gebruikt. Maar ik heb het één keer geprobeerd en nu hou ik er echt van. Het lijkt een beetje muddy. Ik ga het beter blenden. Dan moet ik dit echt goed nu blenden hoor.
Het is een echte dress-up look van s'avonds. Oh, die s'avonds te zijn, want is dat niet. Mijn lip niet ook zo, just like this. Dan ga ik naar buiten. En wanneer mensen naar mij kijken, ga ik zeggen, wat? Jij kan veel make-up aan, maar het is mooi. Maar ik zal dit s'avonds aantrekken hoor. Het is echt een hele leuke look van s'avonds. En van s'middags, during de dag, als je toch de foundation wil zetten, kan je dezelfde steps gebruiken. Maar bij je ogen hoef je echt niet zoveel te doen voor during de dag. Ja? Oké. Dan ga ik nu die brush nemen, guys. Dan ga ik deze blush hier gebruiken. Deze hier. Dan ga ik dat op mijn cheek zetten. Echt als een flush. Ik zet altijd op, ook op mijn voorhead blush. En dan ga ik nu dezelfde. Ga ik dezelfde? Welke highlight ga ik gebruiken vandaag? Maar denk je dat ik niet ook gebruik? Additie. 1 minuut. Ja, maar ook gebruik een highlight voor One Company. Make-up Addiction. En mijn puta dati, dat niet teerdra. Je weet jullie, ik doe dit altijd. Ik hou ervan. Het laat echt licht daar komen. Maar gewoon echt mooi. En ik gebruik, wanneer ik deze kleur hier zet, probeer ik te gebruiken die kleur dat ik op mag. Dat dezelfde kleur dat ik ga highlighten, gebruik ik daar. Ai, mijn brother, mijn sissa, mijn bakka. Oké, laten we mijn haar even doen, oké? Dit haar is van een company called Nadula Haar, hoor. Het is een pruik. Een vriendin van mij heeft mijn pruik gedaan. En ik heb het gekleurd en ik heb het gestyled. Het is die Brazilian curly haar. Ik ga al dit information van dit haar laten. En ik heb ook een coupon code voor al mijn US. Maar ik denk, ik weet niet waar ze sturen. Maar ik weet dat ik ook US volgers kijk naar mijn Stramang video's. Zo dat gaat. Dat informatie gaat ook beneden voor je zijn, hoor. I mean, het is echt mooi, mooi haar. En omdat ik het heb gekleurd, zijn die krullen niet zo sterk. Maar ik hou van dat. Ik hou niet van wanneer het... Wel, ik hou wel van strakke kleuren, krullen. Maar ik hou van dit omdat het licht, het valt een beetje beter. Zo, ik ga nu oily nemen. Die olie die ik gebruik is van een company called Madam CJ Walker. En het is deeply nourishing en het protects your curl. Want ik ga hitte ook erop zetten. Ga ik een beetje nemen in mijn hand. Niet veel hoor, want je wil dat je haar oily heeft. Dan ga ik dat erop zetten. En ik moet voorzichtig zijn. Het is lipstick, mama. En ik moet voorzichtig zijn, want ik heb geen kammen op deze pruik. Dat betekent dat ik niet op straat kan gaan en mensen uitschelden. Want één ding zo is die hele pruik van mijn hoofd. Dus ik ga nu dit nemen. Dan ga ik kleine stukjes nemen. Dan ga ik het gewoon krullen. Tangen. Nee. Deze krullen blijven in mijn haar vandaag. Ik had die gewoon dit haar in die steel bag sinds ik naar Suriname was. Ik had haar krullen in dit haar gezet en ze zou blijven. Maar ik had dit haar in een silken bag. Een silk bag. Sinds ik naar Suriname. En dit is de eerste dag dat ik het uit die bag neem. Zo, die krullen zijn niet zo fresh meer. En wanneer ik dit haar was, dan gaan die krullen weer sterker komen. Dus ik ga het gewoon krullen maken zo op mijn hele hoofd. Niet op mijn hele hoofd, ik joh. Maar like the top of it.
Daarom wanneer mensen me uitnodigen toch? En ze zeggen me, oh ja, ik ga daar. Kan je nu uitkomen? We gaan straks weg. Ik zeg nee, want om mijzelf klaar te maken is het een productie. Ik ben mijn eigen stylist, ik ben mijn eigen make-up artiest, ik ben mijn eigen hair. Ik ben mijn eigen beauty team. Zo, wanneer mensen dat ik uit mee ga en ze dragen geen make-up en haren, aardig, zo soort dingen. Ja, zij kan heel klaarmaken, snel klaarmaken, maar ik niet hoor. Ik neem mijn tijd en ik hou ervan. Oké, dit is mijn haar. Dit haar is zo mooi. Ik heb niet alles gekruld hoor. Ik heb gewoon gekruld. Like the top part en zo heb ik gekruld. Maar laat me jullie iets wijzen. Maar jullie moeten echt dichtbij komen. Want ik moet je dit wijzen hoor. Hallo. Ik ben zo blij dat je hier bent vandaag. Oké. Zo, als je kan zien toch. Ik heb... Oh nee, niet deze. Dit is glitter. Mega doof. Als je kan zien. Ik heb een puistje hier toch. Ik heb een puistje vlak hier. En als ik een puistje op mijn gezicht heb, ga ik het niet gewoon zo laten. Nee hoor. Waarom open dit niet? Ik ga een zwarte eyeliner nemen. Dan ga ik dat into a mold maken. Hallo. Ik ben zo blij dat je met me bent gebleven vandaag. Zie, ik heb het omhoog. Zo, nu ga ik een paarse donkere lip doen. En in Suriname voor lipsticks, jullie, ik gebruik wat ik wil. Ik gebruik gloss soms, ik gebruik matte soms. Gebruik gewoon wat je wil. Ik hou zoveel van deze pruik. Ik kan niet wachten tot ik kammen zet. Want die heeft echt kammen nodig hoor. Maar dan slijt het gewoon naar beneden. Naar achteren bedoel ik. En deze fan is niet zo goed voor dit haar. Want het wijt dat haar in mijn gezicht. Oké, dus ik ga Dose of Colors nemen. Jullie weten, als je niet weet, Dose of Colors is mijn favoriete lipstick company. Ze hebben andere dingen ook, maar ik hou van die lipsticks. Time you don't be late, Nana. Said I'm in love with you. And I'ma give you anything you want. And I'ma give you anything you need. Bad man here, wine and drink. Said I'm in love with you. And I'ma give you anything you want. And I'ma give you anything you need. Bad man here, wine and drink. Tell me love. Tell me what you want to know. Dan ga ik nieuwe paarse nemen. Dit is van The Glamatory. En de naam is called Nightshade. Me and no go lose control. Bad man, I feel your flow. Wine and flow. This one no be private show. Tell me love. Tell me what you want to know. I go give you all and more. Bad man, I feel your flow. Wine and flow. This one no be private show. Your friends. Okay, ik ben terug. This is the final look. Ik wil bijna grotere eyelashes zetten. Maar nu ga ik mijn boosje spray nemen. Mijn zus heeft me van dit gezegd hoor. Het is heel goed. Het is een mattifying setting spray. Dan ga ik dit nu op mijn gezicht sprayen. Dit gaat meer werken om mijn make-up. Wie ziet, want ik ben nog niet zweet. Je ziet nog niet zweet. Zo, ja. Oké, dan zijn we klaar. Oké, so this lipstick that I'm wearing from the Glamatory is such a beautiful color, but it is so dry. It's so dry. It's making it hard for me to like wanna talk free. Oh, my friends, ik praat Engels weer. Sorry, mi gudu, mi schat, mi mooie vriendin. Oké. De lip die ik nu aan heb is van de Glamatory en dit is een beetje droog. Ik ben klaar met mijn glamour Suriname make-up. Dat ik op straat... Ik zou echt, during the day, moet het zo gaan hoor. Als ik ergens moet zijn, een interview of something like so. Dan zou ik mijn gezicht zo doen en gaan waar ik moet gaan. Hoor. Maar dit is ook iets dat ik natuurlijk zou aantrekken voor 's avonds. Het is echt mooi voor een 's avonds look.
So ik ga je december 2nd zien in Suriname at Torarica Ballroom. December 2nd. Dit haar is van Nadula. En ik ga al die informatie, ik heb een couponcode, alles beneden in de description bar laten. Ik hoop dat je hebt genieten. Genoten van deze video. Dankjewel mama. Het is echt leuk om een andere mooie Suriname vrouw te hebben dat daar zit. Dan kan ze me helpen met mijn Nederlands. Dus ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Alsjeblieft, alsjeblieft, share deze video met al je Surinaamse, je Nederlandse en je België mensen. Hoor. En ik praat met jullie later. Bye. Thumbs up, comment. My mom's phone is ringing. Bye. They tell you, say I be nobody. Been searching all around, but I found nobody. Call on me, call on me. I go give you all of me, all of me. Baby, make you follow me, follow me. I go give you all of me, all of me. On my toes, she say she moving to the baseline.